Hoi, in deze video leg ik jou een oefening uit voor barré-akkoorden om beter te worden daarin. En ja, let's go! Oké, ja, deze video heeft een oefening voor barré-akkoorden. Eigenlijk voor het platleggen, want dat is eigenlijk het moeilijkste van barré-akkoorden. Met een barré-akkoord moet je dus soms meerdere snaren met je wijsvinger platleggen. En dan is het best heel lastig om ze allemaal goed te laten klinken zonder dat die afgedempt is of dat die kraakt. Maar dat het echt een mooie heldere toon is. Dat is best wel heel lastig en deze oefening gaat je daarbij helpen om dat beter te doen. Het gaat een beetje op deze manier. En ik zal eventjes uitleggen hoe dat een beetje werkt. Wat je moet doen is, dus op fret 1 beginnen we meteen met je wijsvinger. Wat we dus gaan doen is, we gaan alle snaren bij langs, één voor één. En je moet dus steeds je vinger even indrukken en dan daarna weer loslaten. Dus je doet dit. En dan moet je dus zorgen dat je niet meer dit hebt. Of dat het kraakt, maar dat die echt helder klinkt. En daarvoor moet je ook eventjes kijken naar die houding van die wijsvinger. Het kan namelijk soms best wel helpen om hem net ietsjes hoog te leggen. Een millimetertje of twee of wat lager. En dan kan het net zijn dat het bij de vorm van je wijsvinger beter past, waardoor je hem beter kan indrukken. En sommige gitaristen vinden het ook fijn om hun wijsvinger wat te kantelen. Maar bij mij, ik vind dat juist niet fijn. Bij mij gaat dat niet goed, maar ik hoor dat wel veel als tips voorbij komen. Ook bij andere gitaarleraren en zo, die zeggen dat vaak. En nou, misschien werkt het voor jou wel. Ik leg hem altijd juist wel weer wat meer plat. Bij deze oefening mag je ook nog wel een beetje je andere vingers gebruiken om hem extra in te drukken. Maar probeer er op een gegeven moment ook van af te komen. Ja, je moet dus zorgen dat je overal een heldere toon krijgt. Nou, wat ook belangrijk is, is dat je hem dus kort speelt. Dus niet alles door laten spelen, maar gewoon weer loslaten. Alsof je een knopje indrukt. Je zet de noot aan en uit. Want dan leer je beter die kracht erin te krijgen. Nou, en wat je dus doet is daarna, als je onderaan bent gekomen, dan schuif je het een vakje op. En dan ga je van onder naar boven. Op die manier. En dan weer een vakje verder enzovoorts. Nou, dat is een hele goede oefening om dat erin te krijgen. En we gaan dat ook eventjes samen doen. Dan kun je er meteen even aan wennen. We doen het even op een rustig tempo. Zodat je de tijd hebt om te switchen en alles. Nou, laten we dat even proberen. Komt-ie. 1, 2, 3, 4. Dat is hem. Oké, nou, ik merkte zelf ook al, op sommige plekjes is het wat lastiger. En ja, dan kom je daarachter, of bij sommige snaren is het wat lastiger. Dan kom je daar op deze manier achter waar dat een beetje zit. En dan kun je op die plek dus even extra hard drukken. Of extra oefenen, zodat je dat er beter in krijgt. Nou, dat is een hele lekkere oefening om te doen. Want je leert die kracht erin te krijgen in je hand. En je leert dus op een goede manier die snaren in te drukken. En dan, nou ja, dan gaat dat met een barré-akkoord. Als het goed is, ook steeds beter. Nou, supergoeie oefening dus. Deze oefening is eigenlijk onderdeel van een cursus voor barré-akkoorden. Ik heb een mooie cursus gemaakt waarin je dus stapsgewijs toeleert werken naar het kunnen spelen van barré-akkoorden. Je leert ze ook allemaal hoe het systeem erachter werkt.
We beginnen met makkelijkere vormpjes en dan wordt het steeds meer uitgebouwd totdat je op een gegeven moment echt die Barré-akkoorden kunt spelen. Check even in de link in de beschrijving de informatie over die cursus. Dan kun je het even bekijken. Misschien is dat voor jou als je wilt toewerken naar Barré-akkoorden. En ik heb hier op mijn kanaal ook een paar extra video's waarin ik ook andere dingen uitleg over Barré-akkoorden. Dus check dat ook zeker eventjes. Doe even een duimpje omhoog als je het een handige video vond. En geef even een comment als je nog een vraag hebt of wat dan ook. En dan zou ik zeggen tot in de volgende video en heel veel succes. Hey, met welke grap zouden we nou nog meer mensen kunnen laten abonneren? Ja, goeie. Ja, om hier nou een grap mee te maken is wel heel standaard.